Welkom bij de laatste les in de serie voor Romans Je Interdit. We hebben nu een aantal stappen gehad. Melodie oefenen, het tokkelen met de rechterhand, dat combineren met elkaar en dan de barré gedeeltes erbij. Wat we nu gaan doen is dat we elke eerste noot van de maat, en als het goed is weet je nog vanaf het begin dat ik elke keer zei, de getalletjes die we gebruikten, 7, 7, 7, 7, 5, 3, werd elke keer opgedeeld in een maat van drie noten. 7, 7, 7, 7, 5, 3, 3, 2, 0, enzovoorts. En wat we nu gaan doen is dat we bij elke eerste noot van de maat de zesde snaar erbij aan gaan slaan. Als we nou eventjes alleen de melodie nemen, en dan klinkt het als volgt. 7, 7, 7. En ik doe daar de eerste noot van met de bas. Dus dan krijg ik. En dan de volgende 7, 5, 3. Dan krijg je 7, 5, 3. Dan weer de bas. 3, 2, 0. 0, 3, 7. En doen we even tot 12, 12, 12. Hoor je dat? Dus elke keer de eerste van de maat van drie noten. Daar doe ik mijn duim tegelijkertijd. En op de tweede en derde tel in de maat doe ik dat niet. Wat ik nu kan doen is dit koppelen aan het tokkelen wat we deden. Dus ik deed eerst zo. 1. Dus dat was 7, 7, 7, 7, 5, 3. Nou, dan doe ik op de eerste van de maat de duim erbij en dan klinkt het als volgt. 7. 7, 5, 3, 3, 2, 0, enzovoort. Ik ga hem een keer helemaal spelen van hier tot en met het gedeelte zoals we de melodie ook eerst geoefend hadden met A en I erbij, zodat we nog niet de barré's hoeven te doen. En dan klinkt het als volgt. Zonder barré's. Nu komt de barré erbij en dan moet je even goed opletten bij de volgende twee maten. Dan doe ik met mijn duim niet de zesde snaar, wat ik de hele tijd nu gedaan heb, maar de vijfde snaar. En dan krijg ik het volgende. Weer de vijfde snaar. Hier ook weer, hè, de eerste van de maat elke keer. Dan krijg ik de grote barré. En daar doe ik wel weer de zesde snaar. Zesde snaar. En dan ga ik verder met de zesde snaar. Dan krijg je die andere greep, hè, dat je vingers om en om had staan. Dan doe ik wel weer de vijfde snaar. Nog een keer de vijfde snaar. En dan los met de zesde snaar. Eén noot dat hij doorklinkt, sla ik alle snaren tegelijk aan. Van de duim, de wijsvinger, de middelvinger en de ringvinger. Ik doe hem een keertje helemaal langzaam, zodat je mee kan spelen als je denkt dat je het onder de knie hebt. Dan moet je het wel eerst goed geoefend hebben. Gaat dit goed? Heb je dit een aantal keer geoefend? Zet dan eventjes naar elke keer naar dit punt als je hem sneller wil spelen en dan klinkt het als volgt.
Dit was het einde van de serie van Je interdit, het mineur gedeelte. Er is nog een majeur gedeelte. Het kan zijn dat die nu nog niet op de website staat. Ofwel, dat hangt er vanaf waarom dit filmpje er alweer op staat natuurlijk. Maar ik ben in ieder geval van plan om dat majeur gedeelte binnenkort er ook op te zetten. En dan kan je die gaan oefenen. En als je dat helemaal aan elkaar koppelt, dan heb je het mineur en het majeur gedeelte. Dan heb je Je interdit of romans helemaal. In ieder geval, als je zo ver gekomen bent als nu, ben je goed bezig. Ik zou zeggen, blijf het lekker oefenen. Laat je vrienden, familie versteld staan van dat je dit al zo kort hebt geoefend en dat je dat dan toch zo kan spelen. Veel plezier ermee en dan zie ik je graag weer terug bij het volgende gratis online gitaarles.